De commissie Viering 41 jaar staatkundige onafhankelijkheid heeft gisteren in het district Kommerwijnen een persconferentie belegd in verband met de aanstaande viering van de jaardag van de Republiek. In eerste instantie zou deze viering gehouden worden in Marowijnen, maar werd later verschoven naar het district Kommerwijnen. DC Remy Polak gaf aan dat de voorbereiding op schema is. Hij bereidt de gemeenschap van Kommerwijnen nu al erop voor dat er wat ongerief zal zijn op 25 november. Want ik kan u zeggen dat de weg zal worden afgesloten. De weg zal worden afgesloten en er zal een wegomlegging zijn. Dus straks zal de politie daarop ingaan hoe dat eruit zal zien. Maar we doen van hieruit een beroep op de gemeenschap. Zodat ze het weten dat op 25 november tussen 5 uur 's middags en 7 uur 's middags, 7 uur 's avonds het verkeer helemaal stilgelegd is. Dus er gaat geen verkeer komen van oost naar west of van west naar oost. Het défilé en de parade zullen namelijk op de openbare weg plaatsvinden en de weg wordt dan gedurende 2 uren gesloten. De burgervader geeft verder aan dat vanaf 23 november tot 26 november de Oost-West-verbinding gesloten is voor alle verkeer. Glenn Dest, lid van de commissie Viering Onafhankelijkheid, gaf het programma door. Omstreeks een uur of 6 morgens, of laat me zeggen 6 uur 's morgens, zullen de mensen van Kommerwijnen minuutschoten horen. De minuutschoten, daarvoor zal de vertegenwoordiger van het Nationaal Leger u verder uitleggen wat dat betekent. Om een uur of 10 heb je de Tamansari, heb je een Pasar Malam. Zoals de DC net heeft uitgelegd. En tegen een uur of 4 zullen we dus aanvangen met parade en défilé. Tegen een uur of 7:30 tot om en bij 10 uur heb je de receptie, de volksreceptie. En omstreeks 10 uur tot een uur of 2 heb je dan de afterparty. Op die dag zullen er 2 omledingen plaatsvinden. 1 tot 00 uur. Die is een kleine omleiding. En die zal plaatsvinden op de Oost-West-verbinding tussen de Kodironoweg en de Tamansariweg. Let wel, mensen die vanuit de stad richting Mungo gaan of richting het défilé, zullen dan rechts afslaan. Je zal dan in de Tawayariweg afslaan, vervolgens de Riebergweg, Tamansariweg. En u komt vervolgens terug via de Tamansariweg op de Mandoerweg. Let wel op, achter de Riebergweg heb je nog een weg. Dat is de Yosupartoweg. Aan de hand van de verkeerssituatie ter plaatse zullen we kijken of de Yosupartoweg of de Riebergweg tot een inrichting circuit zal worden gemaakt, dan wel het verkeer zal worden omgeleid. Tot zover onderinspecteur Andro Riedewald van de Motor Surveillance Dienst, die de gemeenschap voorbereidt op de wegomleidingen die zullen plaatsvinden op 25 november. Verder werd er op de persconferentie ook informatie verschaft over de veiligheidsmaatregelen die getroffen zullen worden bij het afvuren van de minuutschoten, het défilé en de andere activiteiten. Zo zal het verboden zijn voor particulieren om het geheel met een drone te filmen. De persontmoeting is gehouden aan de Ondrobonglaan, de Tamarijo, Kommerwijnen.